Welkom, beste grootmeesters in de pencaksilat, waar jullie ook mogen zijn. Welkom in mijn aflevering, My True Pencaksilat Story Since 1970. Dit is de 13e aflevering. Ik had een paar dagen geleden een artikel geschreven over de aanwezigheid van de IPSI president Bapak Jan Warno in 1976 tijdens een promotioneel bezoek in Nederland. Dat was toen in onder andere in de stad Zeist. Daar waren ze twee keer geweest. Vervolgens zijn ze door het land doorgekruist in Limburg, in het noorden, etc. etc. Ik had met Bapak Jan Warno, toen ze hier waren, vaak gesproken over de ontwikkeling van de pencaksilat in Indonesië. Het was zo dat zij in de jaren 70, begin 69, 70, waren de verhouding tussen Nederland en Indonesië nog niet optimaal. Zoals nu. Sinds de eerste bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in 1972, denk ik. Toen ging het vanaf die tijd, de verhouding tussen Indonesië en Nederland, geleidelijk aan het verbeteren. Dat heeft ook te maken met de heimwee tussen beide landen om opnieuw samen te gaan werken op allerlei gebieden, onder andere op culturele gebied. Dat was ook de reden dat zei de Bapak Jan Warno dat de pencaksilat pas in 1976 naar Europa, naar Nederland kwam om haar activiteiten, om haar organisatie te promoten. Maar het was eigenlijk in 1976, het bezoek was eigenlijk bedoeld om Bapak Turpin te mogen zien, te mogen ontmoeten. En zijn steehard, die achterban, te mogen ontmoeten waar ze ook mogen zijn. Zoals u weet, Bapak Turpin Harjono was sinds 1968 tot 1985 het meest actieve pencaksilat grootmeesters in Nederland. Uiteraard, het wordt gevolgd door Pache bij Verkoren, maar uiteindelijk, hij was de grootste pionier in het promoten van de pencaksilat in Nederland. Hij was de grootste pionier. Dat is 100% zeker. Dus de aanwezigheid van de IPSI in 1976, in de maand mei 1976, was ook ter ere van Bapak Turpin Harjono en voor niemand anders. En daarnaast was het een promotie van de pencaksilat van de IPSI in Nederland. Dus als er mensen zijn onder u die iets anders had gedacht of misschien is het flauwkeul, dan moet u maar een reactie naar mij sturen in Facebook. En dan moet u exact vertellen tussen 1968 tot 1975 tot 1980 wat uw pencaksilat activiteiten zijn. Van welk stel u bent, hoeveel scholen u hebt. Want ik denk niet dat naast Bapak Turpin Harjono nog mensen zijn, uiteraard Pache bij Verkoren natuurlijk, en daarna ook Fred Vermassen. En ik denk niet dat in de tijd 1968 tot 1975 dat er iemand anders was die de hoofdrol zou spelen binnen de Nederlandse pencaksilat cultuur in het promoten van de pencaksilat. Dat geloof ik niet.
Het is alleen maar papa Turpin Harjono, gevolgd door Pache Peverhoorn. En de achterban van de Stiahat, die gemeenschap in heel Nederland. Wij waren de grootste in Europa. De Stiahti gemeenschap in Nederland. Uiteraard bestaat het uit verschillende groeperingen, overal verspreid in Nederland. Maar wij waren in die tijd, tussen 1970 en 1980, de grootste Pancasilat school van Nederland. Niet alleen van Nederland, maar ook van Europa. Dus ik kan met recht zeggen, dames en heren, beste grootmeesters, ja, jullie zijn echt grootmeesters, allemaal. Geen één uitzondering. Dat Bapa Turpin Harjono een grote stempel heeft gedrukt binnen de Nederlandse Pancasilat cultuur. En weet u, ik had heel veel met Bapa Jan Warno gesproken. Hij was ook trouwens mijn broeder in de PSHT. Ik was in 1995 beëdigd als PSHT-broeder officieel in Madiun. En hij was toen de tijd al reeds tingkat tua van de warga PSHT. Hij vertelde ook dat Bapa Turpin Harjono was reeds bekend in Jakarta in Indonesië bij de IPSI. Hij was de enige grootmeesters uit Nederland in de jaren 70 die reeds bekend was binnen de IPSI-organisatie en niemand anders. Hey. Dus het reis, de hele promotionele activiteiten van de IPSI in 1976 was eigenlijk meer bedoeld voor Bapa Turpin Harjono. En daarna andere vormen van activiteiten ontplooien of promoten. Er zijn veel mensen die er niet mee eens met mij. Maar ik had u al gezegd reeds net. Mocht u niet bezwaar hebben van mijn uitleg, toelichting. Bewijs mij over uw activiteiten tussen 1968... tot 1975. Of u ook zo bent als Bapa Turpin Harjono, die overal in heel Nederland demonstratie gaven, trainingen geven, et cetera, et cetera. Ik denk het niet. Ik ben 100% zeker. Want ik heb hem, met hem overal in Nederland, trainingen verzorgd, demonstratie verzorgd. En waar u ook komt in Nederland, het zij in Limburg, het zij in Noorden, het zij in Enschede, Amsterdam. U hoort niks anders dan de naam van Bapa Turpin Harjono. De Stiahati scholengemeenschap. En daarna hoort u ook tevens Pache Peverkoren met zijn schuifie. Juist. Yes. Dat is de waarheid, dames en heren. Ik doe dit met een gevoel van humor, maar ik praat het serieus. Dus als er in het, wij hebben al iedereen hier, nu momenteel, hebben uiteindelijk geprofiteerd van de bekendheid van Bapa Turpin Harjono destijds. Ja, we hebben al iedereen hier in de Pancasilat cultuur van Nederland hebben uiteindelijk geprofiteerd van de grootmeesters Bapa Turpin Harjono. En daarna ook van Pache Peverkoren, van Schuifie. U weet wel, Pastor Malem, de Indo-vlag, etcetera. Dit is een korte serie. Er zullen nog meer, heleboel series van mij komen. Over mijn verhaal met Bapa Turpin Harjono, met Pache Peverkoren. En wat ik verder in 1920, vanaf 1970 tot heden en verder ga doen. Volg mij
op mijn Facebook, op mijn YouTube, op mijn Instagram. Het zijn allemaal waardevolle informaties. Ook voor uw toekomstige generaties, ook voor uw toekomstige kinderen. Want de huidige en de toekomstige Indische generaties hebben het verdiend om met de waarheid over ons hier in Nederland te vertellen. Wij moeten alles met waarheid vertellen, eerlijk zijn. En geen fantasieverhalen uit de Tempo Dulu. Al die onzinnige verhalen. Ja, wel. Ik heb heel veel meegemaakt met de eerste generaties Indo's mensen. Binnen de Pancasila-cultuur. Maar laten wij ophouden met fantasie vertellen. Ja, wij moeten het nu goed doen voor onze toekomstige generaties Indo's. Voor de derde, vierde, vijfde generaties die hier nu wonen in Nederland. Maar ook voor de Indonesiërs die nog niet wisten wat er hier gebeurt in Nederland. Die moeten ook op de hoogte worden gehouden. De waarheid vertellen wat hier allemaal gebeurt van de laatste 50 jaar. Binnen de Nederlandse Pancasila cultuur. Dank u wel voor uw aandacht. Tot ziens.